Beste collega's, welkom bij weer een nieuwe leerfilm van Vakbekwaamheid. Deze leerfilm gaat dit keer niet over chemische stoffen, maar over een natuurkundig fenomeen, elektriciteit, en het veilig optreden nabij elektriciteit. Net als bij gevaarlijke stoffen geldt ook hier, met een beperkte basiskennis en de juiste voorzorgsmaatregelen kom je al een heel eind. Dat betekent dat we geen elektricien hoeven te zijn om veilig te kunnen optreden bij incidenten waarbij elektriciteit een rol speelt. Wel moet je je beperkingen kennen en vooral gebruik blijven maken van je gezonde boerenverstand. De reden dat deze film is gemaakt is de energietransitie en de snelle elektrificatie van de maatschappelijke omgeving waar we als brandweer mee te maken krijgen. Hoe treed je bijvoorbeeld veilig op bij een brandend zonnepaneel, een elektrisch voertuig of misschien wel een laadpaal? Met behulp van filmbeelden vanuit de veiligheidsregio Brabant-Noord en inhoudelijke expertise vanuit andere collega's uit het land hebben we in deze leerfilm een drietal uitkomsten voor jullie. Deze uitkomsten worden gaandeweg de leerfilm uitgelegd met behulp van proeven. Aan het begin van deze leerfilm willen we jullie alvast de volgende drie stellingen meegeven. 1. Het blussen van een onder spanning staande installatie in het domein gebruik kan altijd plaatsvinden door een sproeistraal te gebruiken vanaf minimaal een halve meter of een gebonden hoge drukstraal vanaf minimaal een meter afstand. Let er uiteraard wel op dat je niet tot aan je enkels in je eigen bluswater gaat staan. 2. Een droog bluspak met droge bluslaarzen en droge blushandschoenen geeft in het domein gebruik voldoende bescherming tegen het gevaar van een elektrische schok op het moment dat er tijdens een inzet contact is met een onder spanning staand voorwerp. Dit geldt ook als je bezweet bent, maar niet als je pak door en door nat is. Uiteraard is het gebruik van 1000 volt geïsoleerde handschoenen aan te bevelen op het moment dat vooraf duidelijk is dat er gevaar is voor contact met componenten die onder spanning staan. Daarnaast is het van belang om te weten dat je geen gevaar loopt als je iets aanraakt wat onder spanning staat terwijl er geen sprake is van een gesloten stroomkring. Uiteraard kunnen we dat lang niet altijd zien. Daarom moet je ook in deze situaties altijd zorgen dat je blusplak droog is en dat je handschoenen ook droog zijn. Bij deze conclusies is het van belang om te weten dat deze wijze van optreden op dit moment op landelijk niveau wordt uitgewerkt. Dit is een proces dat altijd tijd kost. Maar omdat we nu al te maken krijgen met incidenten op dit gebied, vinden we het vanuit vakbekwaamheid belangrijk dat we de beschikbare informatie nu al met jullie kunnen delen. Doe er vooral je voordeel mee en als je je niet prettig voelt bij het optreden met elektriciteit, is er uiteraard niks mis mee om terughoudend op te treden. Het elektriciteitsnetwerk in Nederland bestaat eigenlijk uit drie domeinen. 1. Transport, dat is meer dan 25.000 volt. Dit is het landelijke hoogspanningsnet met hoogspanningslijnen, kabels en installaties. De tweede is distributie. Dat is tot 25.000 volt, waarbij de regionale netbeheerders stroom distribueren tot aan onze welbekende kilowattuurmeter. De transformatorhuisjes in de openbare ruimte vallen ook onder het distributienet. De derde is het gebruik. Dit omvat alles na de meter. De 230 volt en de 400 volt installaties, maar ook zonnepanelen en kleinschalige accuopslagen vallen hieronder. Met deze leerfilm richten we ons uitsluitend op het domein gebruik, dus eigenlijk na de meter. Dit zie je als groen omcirkeld gebied. Als er sprake is van optreden in de domeinen transport of distributie, zal er in elk geval defensief opgetreden moeten worden en moeten er grotere veiligheidsafstanden gehanteerd worden. Ik heb hier een batterij, een rode draad en een zwarte draad. En op het moment dat ik het circuit sluitend maak, gaat het lampje branden. Ik zet er nog even een draadje tussen. We kunnen wat testjes gaan uitvoeren. Als de klemmetjes elkaar raken, gaat het lampje branden. Als ik iets daartussen zet wat stroom geleidt, dan is het circuit gesloten en gaat het lampje branden. Als ik daar iets tussen doe wat geen stroom geleidt, zoals een elektrische handschoen, dan gaat het lampje niet branden, want het handschoen geleidt geen stroom. Dan gaan we eens kijken naar diverse gereedschap. Pak een schroevendraaier. Voor het metalen gedeelte krijg ik wel wat geleiding. Het kunststofgedeelte helemaal niet, omdat kunststof geen stroom geleidt. Nou, zo zou ik dat ook eens bij de Halligan tool kunnen proberen. Ja, die Halligan tool die is van staal, die geleidt stroom. De bijl pak ik erbij. Het blad van de bijl is ook van staal, dus dat geleidt stroom. Maar als ik naar de steel ga, dan gebeurt er niks. Want die steel van die bel is een isolator en daar loopt geen stroom doorheen. Uit dit filmpje blijkt dat je pas een elektrisch circuit hebt als de stroomkring gesloten is.
En het gebruik van de juiste hulpmiddelen zorgt ervoor dat jij zelf geen onderdeel wordt van een stroomkring. De bovenste afbeelding met de 1000 volt geïsoleerde handschoen geeft dit weer. De handschoen heeft namelijk een hoge weerstand tegen elektrische glijding. Net als een droge houten steel van een bijl. Is je bescherming echter onvoldoende, bijvoorbeeld omdat je drijfnat bent of je maakt geen gebruik van de juiste PBM's, dan loop je echt wel een risico. Je lichaam is onbeschermd namelijk een goede glijder, net als metalen voorwerpen of natte voorwerpen. De onderste afbeelding illustreert dat. Anytime you connect a power harness, connect it to your load side first, so you wouldn't short your power supply or shock yourself. I'm only human after all. This is probably the most stupid harness one can make because it exposes high voltage on both sides, which I believe is breaker number 3. Now we can safely plug them in. Apparently it was breaker number 2. The steam engine dark ages. People suffering in cold months. Loose wires. Avoid them. Oh, this sounds terrible. Whatever, let's open it up. I have it open. The system is pretty straightforward. You can see that the AC line enters from that corner and feeds it. Always make sure your circuit is disconnected from power supply before you start tinkering with it. Ik heb hier een plateau gemaakt waarin ik kan meten hoeveel stroom er door mijn voeten naar de grond stroomt. Als er stroom vloeit, wil zeggen dat ik onderdeel uitmaak van een circuit. En dat kan in potentie gevaarlijk zijn. Dan heb ik hier een staafje, daar heb ik 1000 volt op staan. Die ga ik beetpakken. Ik zie twee dingen gebeuren. Je ziet onder de lampjes iets uitslaan, wat wil zeggen er loopt een stroom door met het plateau naar aarde. En je ziet ook amperemeter, zie je net van de nul afkomen. Je amperemeter is ingesteld op milliampère. Je ziet iets in de orde grootte 0,01 of 2 of 3 milliampère. 1 milliampère kan ik voelen, 10 milliampère wordt gevaarlijk. Je ziet dus dat ik ondanks het feit dat ik 1000 volt vasthoud, dat mijn schoenen me gewoon, mijn droge gewone schoenen, beschermen me eigenlijk al. Als ik nou de schoenen ertussen uithaal, dat wil zeggen, ik leg het staafje direct op het plateau. Het alarm gaat af, omdat er een hoge stroom loopt. De lampjes slaan uit tot in het rode gebied. En je ziet de amperemeter meer dan 1 milliampère aangeven. Die onderste lampjes zijn dus een indicatie van hoeveel stroom er loopt. En dat zullen we in de volgende proeven steeds gebruiken. En je zal zien dat als mijn persoonlijke beschermingsmiddelen droog zijn, dat die lampjes wel iets gaan branden, maar dat ze niet in het rode gebied komen. Ik heb nu een opstelling gemaakt waarin ik met een groene bak de aarde maak. Dus als ik die 1000 volt op die groene bak zet, dan zie je dat die via het water in die groene bak en die staaf die erin ligt, dat de ledjes uitslaan dat de stroom gaat lopen. Oké. Als ik dan met mijn laars in ga staan en ik pak die 1000 volt met mijn droge handschoenen beet, dan zie je dat er nauwelijks eigenlijk stroom gaat lopen. Dus een bodempje water bij een droge laars geeft eigenlijk nog voldoende isolatie. Dan ga ik eens even mijn handschoenen goed nat maken. Kijken wat daar het effect van is. Dus, zei ik natte handschoenen. Valt niet mee om ze aan te trekken. Dan zie je de lampjes al iets meer uitslaan, denk ik. Oké. Ik sta dus met mijn natte laars, of met mijn droge laars, moet ik zeggen, sta met een droge laars in een bodemwater. Maar omdat die laars van de binnenkant nog droog is, beschermt hij mij voldoende. Dan ga ik even iemand vragen om die emmer water erbij te gooien. Dus ga eens kijken wat er dan gebeurt. Ja, stop maar. Mijn laars voelt aan de binnenkant nog steeds droog aan. Dus ondanks het feit dat hij helemaal onder water staat,
zie ik eigenlijk nog steeds de lampjes niet in het gevaarlijke gebied komen. Dus ik meet eigenlijk nog geen milliampère. Dus zodra mijn voeten droog aanvoelen, kan mijn laars me eigenlijk al voldoende beschermen tegen de blootstelling aan elektriciteit. Als ik nou de laars ook doornat maak, dan zul je zien dat er wel stroom gaat lopen. Dat gaan we nu even doen. We gaan nu kijken wat er gebeurt als mijn laars echt volloopt met water. Ik gooi het er maar bij. Zie, nu gaat er dus wel een stroom lopen en dan voel ik hem ook. En de meter slaat ook uit in dit gevaarlijke gebied. Het is pas als al mijn persoonlijke beschermingsmiddelen doornat zijn, loop ik een gevaar met elektriciteit. Net zoals bij de vorige samenvatting zie je dat je goed beschermd bent op het moment dat je de juiste PBM's gebruikt. Bijvoorbeeld 1000 volt geïsoleerde handschoenen. Dit doe je op het moment dat je vooraf inschat dat je een risico loopt op een elektrische schok. Je bereidt je namelijk altijd goed voor op de klus die je hebt te doen. Maar zoals gebruikelijk bij ons werk weet je niet altijd precies waar de risico's zitten. Maar ook bij die situaties weet je nu dat je al goed beschermd bent op het moment dat je met een droog bluspak, droge blushandschoenen en brandweerlaarzen aan ongewenst in contact komt met een object dat onder spanning staat. Dit betekent dus niet dat je de geïsoleerde handschoenen niet hoeft te gebruiken. Waarom zou je namelijk risico lopen als dat niet nodig is? Ik ga nu kijken of het mandje van de ladder, of dat hetzelfde is als aarde, of dat er isolatie tussen zit of niet. Dus mijn vraag is, gaat de ladder mij beschermen tegen de aarde of juist niet? Nou, daarvoor heb ik een aardedraad aan de riool vastgemaakt. En ik plaats een klemmetje op het bakje van de ladder. Nou, vervolgens zet ik een testspanning van 1000 volt op die ladder. Dan gaan we eens kijken hoeveel stroom er gaat lopen. Nou, je hoort het alarm afgaan. Je ziet op de meter ook onmiddellijk. Die gaat naar de maximale stroom van 1,5 ampère. Dus het mandje kan ik eigenlijk beschouwen als aarde. En dat geeft dus ook een extra risico. Stel je voor dat mijn pak nat is en ik leun tegen de rand van het bakje. Dan ben ik dus niet meer beschermd. Zoals ik op mijn droge laarzen zou zijn. Dus houd er rekening mee dat het hele bakje van de ladder vanwege de stempels gewoon als aarde beschouwd moet worden. Uit dit filmfragment kan geconcludeerd worden dat je bij het werken met een hoogwerker of een ladderwagen bewust moet zijn dat je onderdeel kan worden van een stroomkring. Ook hier kan je dit risico verkleinen door te werken in een droog bluspak en door aanvullende PBM's te gebruiken. Bijvoorbeeld door het dragen van 1000 volt geïsoleerde handschoenen als je de korf raakt, of een kniematje op het moment dat je moet knielen. Probeer altijd overbodig contact door het leunen of knielen in de korf te minimaliseren. Ook hier weer geldt, waarom zou je risico lopen? Bij test 4 kijken we wat er gebeurt bij het blussen van een meterkast. Nou, en in dit geval is de meterkast vervangen door een metalen strip waaraan spanning op is gezet. Om te testen hoe te blussen onder spanning gaan we op verschillende afstanden blussen met zowel gebonden als sproeistraal. Er is niks beter dan het experiment, hè? We doen het experiment en wat er daar gaat lopen aan stroom, dat meten we. Dus u ziet hier die draad parallel aan de kabel lopen, die gaat naar dat object. Dat komt gewoon onder 400 volt te staan en we spuiten dadelijk met de lans op de spanning. Die lans is geaard en wij meten de stroom in milliampères die dus daar gaat lopen. Wil de ploeg nog afscheid nemen, Bert? Of, Hebben we ook gedaan. Hebben ze net gedaan. Hebben ze net gedaan. Ja. Oké, okay. Nou kom er even bij staan. Bert, jij gaat vanaf 5,5 meter. Ja. Ga jij spuiten met de straalpijp op een stalen strip waar spanning op staat. Is goed. Spannend? Ja, voor de mee. Ja? Zie je het zitten? Jawel. Ja? Wil je deze nog aan voor de zekerheid? Ja, laat me doen. Lijkt me heel verstandig. Dan heel veel succes en misschien tot zo. Ja, tot zo. Nou, met dat goede advies onder de riem gaan we aan de slag. We zijn benieuwd naar het resultaat. En ik denk Bert ook. Met je blussing. Ja. Wat meten we? 1,33. Een halve meter. Wat meten we? Hetzelfde. Mag je nog een halve meter? Niks. Iets uitstrekken, is dat mogelijk of niet doen? Ja, je mag je hand iets uitstrekken tot op een halve meter. Wat meten we nu? 1,36.
Nou, we hebben verschillende testen gedaan nu met de gebonden straal en de sproeistraal. Zoals we hebben gezien, blijkt het dat je een elektrische installatie binnen de domeingebruik prima kan blussen zonder dat de installatie eerst afgeschakeld hoeft te worden. De combinatie van een droog bluspak, droge bluslaarzen en het juiste gebruik van de straal zorgen ervoor dat je geen gevaar loopt. Een sproeistraal glijdt geen stroom, dus hierin is een halve meter afstand al veilig genoeg. En bij een gebonden hoge drukstraal hou je minimale meter afstand. Een gebonden hoge drukstraal valt namelijk binnen een meter al uiteen in een sproeistraal. Uiteraard spreekt het voor zich dat je niet in je eigen plas bluswater moet gaan staan. Dat is niet direct gevaarlijk, maar het risico wordt al wel wat groter. Daarnaast is het aan te bevelen om de afstand groter te maken als dat kan. Waarom zou je op de grens willen werken? Samenvattend. 1. Blussen kan altijd zonder de installatie eerst af te schakelen. En dit geldt uiteraard alleen voor het domeingebruik. 2. Een droog bluspak met droge blushandschoenen geven voldoende bescherming tegen een schok, ook al ben je al enigszins bezweet. 3. Je loopt pas gevaar op een elektrische schok op als je zelf onderdeel wordt van een stroomkring. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van de leerfilm over het veilig werken nabij elektriciteit in het domeingebruik. We hopen jullie hiermee wat bruikbare informatie gegeven te hebben om repressief veilig op te kunnen treden bij elektriciteit. Heb je hier vragen over of wil je wat meer informatie over het werken bij elektriciteit? Mail ons dan op ibgs@vnog.nl. Dank jullie wel voor het kijken.